Ik ben de Messer en welkom terug bij even een weer een speciale video. Ik vind het wel leuk om speciale video's op te nemen. Ik zit ergens op, waar zit ik op? Waarschijnlijk op niks. Ja, op mijn bed. Welkom dus even bij een speciale video. Dit is best wel een kort video, denk ik. Weet ik niet. Dit is even een, gewoon een soort browse onder de Instagram van de Zappers. Dit is ook een beetje zodat je die kan volgen, zodat dan kunnen we vragen. Op dat Instagram-account gooien, bijvoorbeeld, heb je nog vragen voor een Q&A? Zo, mijn camera viel even uit. Wat ik dus wou zeggen is, heb je nog bijvoorbeeld vragen voor een Q&A? Dan kan je dat daar altijd op stellen. Dus vandaag gaan we gewoon even een klein kijkje nemen op het Instagram-account. Waarom zei ik dat zo raar? Van de Swappers. Dus ik zet nu mijn screen record aan en ik ga kijken of het een beetje lukt. Een 3, een 2 en 1. Zo. Oké, nou goed. We zullen beginnen bij de descriptie. Dat zijn Davy, Damien en Sander YouTube. Welkom op het account van de Swappers. Hierop vind je informatie over de kanalen. Sommans, Dynamans en Mindmans. Veel plezier. Nou goed, ook een beetje live mens. En natuurlijk stel ik aan dat een andere Swapper. De Sharina, maar die heeft geen eigen kanaal. En dat zou waarschijnlijk ook niet gebeuren. Maar goed, dan vind je dat daar ook op. En dan staat mijn link daar van mijn kanaal. Goed, ja. Mijn kanaal is een beetje het hoofdkanaal natuurlijk, want daar zijn mensen gestopt. Maar toch, mocht het ooit verder gaan, dan kan je het hierop vinden. Nou, ik heb 125 berichten, 55 volgers en ik volg 23. Tenminste, wij. Want iedereen kan op dit account. Ik ben niet altijd degene die alle dingen erop zet. Kijk, bijvoorbeeld helemaal op het begin, vroeger, was dit de eerste video. Die sloeg trouwens helemaal nergens op hoor. Slecht voor je. Komt ie hoor. Nou goed, dat is de eerste video. Die erop staan. Nou goed, toen waren het echt van die hele domme dingetjes. Ik kwam er bijna nooit wat op. Deden de nagels. En we zaten eronder. We weten geen creatieve voedingen meer. Nou goed, en je ziet dan dat er maar... Oh. Nou, dat er geen reacties op zijn. Alleen maar vind ik leuks. Beetje jammer. En dan willen wij natuurlijk bereiken dat wij, vind ik leuks, vind ik leuks. Dat wij reacties kunnen krijgen, zodat wij misschien meer ideeën hebben. Zodat we dat niet op YouTube hoeven doen. Dan is Instagram de plek daarvoor. Net zoals ik zei met de Q&A. Nou goed, dit ben ik. Kijk toe eens. Het heeft David erop gezet. Dit was een surprise van mij. Ik zag het er niet uit. Daar was Jamie Lee. Dat is ook een tijd geleden. Dat was ik en Jamie Lee gaan morgen een Q&A opnemen. Q&A doen. Heb je nog leuke vragen, zet dan even die zonder. Kijk, en dan heb je 10 reacties. Kijk, zie je dit? Dit zijn allemaal, dit is allemaal Davy. Maar goed, dat willen we natuurlijk niet, dat het alleen maar Davy is. Dus, dat. Kijk, en dat was dan ook heel veel van die foto's van, we gaan live. Kijk, zoals dit, weer live op Dynamis. Nou goed, je moet niet letten op mijn bakkers. Want toen had ik ook nog een redelijk dikke bakkers. Ik heb nog een beetje dikke bakkers, maar goed. Deze is ook mooi. Omdat ik dat zelf niet heb. En nou goed, daar heeft heel veel hout in zijn inventaris. Maar goed. Toen waren wij geslaagd op de middelbare school. Wanneer was dat? 19 juni 2016. Ja, een tijdje geleden. Kijk. En toen had mijn was de 100 abonnees. En goed, nu heeft ze te veel meer. Ik weet niet meer precies hoeveel ze er heeft. Maar mijn man heeft al de meeste abonnees. Van ons allemaal. Hier. Backstage van Frederik en Olivia. Ook al nog een baardje. Nog een tijd geleden hoor dit. Nou, waar ik Frederik en Olivia. Kijk, en dan zet ik ook dingen op zoals een nieuwe serie op Dynamis. Dat was Flylands. Heb je die op Dynamis nog niet gezien, Flylands? Moet je gewoon even kijken, want die is echt, die vind ik echt fantastisch. Heel veel dommigheid en gelach. Nog wat hele durpige dingen. Hoe heet je oma? Daar moesten wij dan heel erg om lachen, maar goed.
verder heb ik nog dat ik in een boom zit. De Beste de Boompjesman. Dat was in de Forest. Daar hebben we ook een klein serietje op Dynamis van gehad. De Dokter. Zie je staan. Mijn kat. Domme Selfies. Bij de McDonald's. Lekker vreten natuurlijk. Domme Selfies. Is blij in het leven. Net zoals de Davy Lins. Nou, ik weet niet of ze zo blij is. Had wij slijm gemaakt. Toen had ik Live Mens voor het eerst aangemaakt. Die selfie hier nu precies in het midden. Hey, dat is niet goed. Die selfie hier precies in het midden moet je niet echt opletten. Deze wel. Gefeliciteerd, Dicky. Dat is vorig jaar. Hier, toen kon ik aan dat de eind op de Surpers 2.0 eraan kwam. Ik moet zorgen dat ik een beetje daar zit. Want zit het in beeld. Nogmaals een van de hele leuke series op mijn kanaal, The Eyes of Surfers. En helaas is die afgelopen. Maar we zijn bezig met een grote map, nieuwe map. Oh ja, en toen hadden we een tijd. Oh ja, Fishmas 2.0. Toen had ik een tijd dat ik helemaal niks meer op Instagram zette hier. Dan deed ik heel veel van die Hearthstone dingetjes. En dan zette ik er gewoon bij oktober 2017. Dan speel ik niet zoveel Hearthstone meer. En af en toe is dit. Nou goed, Bayonetta. Nog een keer. Gefeliciteerd de paardenwei. Nog meer foto's. En vanaf hier, de onderste video, daar, deze. Ben ik weer begonnen met een beetje durbige, domme dingen erop te zetten. Zoals filmpjes van vroeger, stukjes uit video's, zoals deze. Ja, eerst was godsamme door en niet, maar hij heeft hem op een of andere manier verknipt, dus nou goed. Dan hebben we dit soort video's nog? Ik heb geen idee, ja. Ik ben super snel tegen jou. Hey! En dan zie je mij vliegen. Zie je mij naar de camera vliegen. En dat is dit, gooi ik me zwaar in het vuur. In het vuur. Nou, en dat en dan nog deze. Lekker op het toetsenbord tikken en nou goed, ja dat. Hier kondigt ook de nieuwe Swepper aan. En hier mijn roomtour, die er, ik weet niet wanneer deze video erop komt, maar die ik erop had gegooid. En nou goed, lijkt het je nou leuk om dit account te volgen, dan zou ik zeggen, ga dat lekker volgen en dan laat vooral leuke reacties achter. Of niet leuke, moet je zelf weten, maar goed. En als we het er eens opzetten, van, heb je nog 500 Q&A, zou dat echt fantastisch zijn als jullie daarop zouden zou reageren. Nou, dat was de video. Even kijken hoor. Ik zie niet hoe lang die is. Is je wel aan het opnemen? Ja. Maar goed, ik hoop dat je het leuk vond. Doe natuurlijk een duimpje omhoog als je het leuk vond. En abonneer natuurlijk even op Summer's Night of My Mens en Live Mens als je nog niet geabonneerd was. Dan zie ik je toch graag de volgende keer terug. Nog een keer. Dag hoor.